Welkom bij een nieuwe aflevering van Filmpraatjes. Dit is Jorn. En dit is Gino. En samen gaan we het weer hebben over de Nederlandse film. Nou Jorn, het is nog lang geen 5 december, maar jij wilde het hebben over een surprise? Ja, dat klopt. De surprise. De nieuwe film van regisseur Mike van Diem. Met in de hoofdrol Jeroen van Koningsbrugge en Georgina Verbaan. Deze film is vanaf 21 mei te zien in de bioscoop. De excentrieke multimiljonair Jacob de Wit sluit een overeenkomst om zichzelf naar de andere wereld te laten helpen. Bij het uitzoeken van zijn doodskist ontmoet hij een jonge vrouw die precies hetzelfde contract heeft getekend. Als de twee op elkaar verliefd worden, willen ze onder de deal uitraken en komen ze in de grootste problemen. En Mike van Diem is niet zomaar een regisseur. Mike van Diem is de regisseur van De Aanslag. Nee, karakter. Mike van Diem is niet zomaar een regisseur. Mike van Diem is ook de regisseur van Karakter. En Karakter is de laatste Nederlandse film die een Oscar heeft gewonnen. And the Oscar goes to the Netherlands for Character. Accepting the award, the film's director, Mike van Diem. Een ander leuk feitje is dat Mike van Diem geboren is in de Villawijk, waar de eerste Vlodderfilm in 1986 opgenomen is. En we gaan nu even kijken hoe het er toen uitzag en nu. Dit is het huis van Wim en Jolanda uit de eerste Vlodderfilm, waar Johnny op bezoek gaat. En mocht je liever een serie willen kijken, Videoland heeft voor het eerst zelf een tv-serie geproduceerd in samenwerking met de makers van Penosa, genaamd Zwarte Tulp. En die is nu ook volledig te zien op Videoland On Demand. Ja, en het mooie is, de serie is nu zo populair dat er al wordt gesproken over een tweede seizoen. Ja, en dan nog even internationaal filmnieuws met een Nederlands tintje. Namelijk The Kidnapping of Mr. Heineken met de Nederlandse acteur Mark van Eeuw in de hoofdrol. Ja, en deze film is dus gebaseerd op het boek van Peter R. de Vries. Peter R. de Vries was zelf zeer ontevreden over de Nederlandse film. Die was ook niet gebaseerd op zijn boek. En omdat hij zo ontevreden was, heeft hij contact gezocht met internationale filmmakers. En deze film is dus gebaseerd op zijn boek. Maar Peter R. de Vries zou Peter R. de Vries niet zijn als hij toch nog wat te zeuren heeft. Want hij heeft al aangegeven dat hij deze film ook niet goed genoeg vindt. Nee, want bijvoorbeeld de Heinekenflesjes in de film zijn groen, terwijl die in die tijd nog bruin waren. Verder is er een speedbootachtervolging en dan zie je vervolgens de Rembrandt-toren. Ja, en die bestond natuurlijk nog niet in 1983. Ja, en onze filmspecialist Jorn heeft ze allebei gezien hier. Ja, Jorn, welke vind jij beter? Nou, ik vind zelf, de Nederlandse film heeft natuurlijk wel de Nederlandse uitstraling. Maar naar mijn idee is het de Engelse film wel... meer realistischer weergeven. In de Nederlandse film waren het toch meer karikaturen. En dat vond ik niet bij de Engelse film. Ja, welke film vind jij beter? Reageer dan ook even op de poll op Facebook. En in de volgende uitzending bekijken we dan welke film het populairst is. Nou, dit was het voor deze keer. Ja, en wij gaan vanaf nu elke donderdag een filmpraatjes uploaden. En wil jij daarvan op de hoogte blijven? Abonneer dan even hieronder. Ja, of reageer met een reactie op waar wij het de volgende keer over moeten hebben. En dan zien we de volgende keer weer. Tot de volgende keer.